allemaal. Van vandaag heb ik weer een nieuwe video. Vandaag een shoplog van de Ethos, Kruidvat en de Action. Ik was dus gisteren en vandaag naar de Action en de Kruidvat geweest. Alleen vandaag dus naar de Action en gisteren dus naar de Kruidvat. En bij de Ethos, een paar weken terug of zo, had ik daar iets gekocht. Of een week terug of zo, weet ik het. Want ik dat ding had gekocht, zo moeilijk. Dus dat, en dat ga ik dus in deze video laten zien aan jullie. En dat is wel leuk. Dus ja, veel kijkplezier. En ja, als eerste dus bij de Ethos. En daar heb ik dus de Kanye Miesler reinigingswater gevoelige huid. Dus de roze. Deze moet ik nog proberen. Want ik heb dus die van de Kruidvat nog. En die moet eerst op zijn. Voordat ik deze dus ga doen. En deze was dus 6,50 euro. Volgens mij was die toen in de aanbieding of iets anders. Want anders had ik hem dus niet gekocht. Want anders... Of hij was 3,50. Volgens mij is hij normaal 6,50. Dan in de aanbieding was hij 3,50 of zo. Weet ik het. Ja, dat is bij de Ethos. Dus ik weet niet of het nog steeds zo is. Want volgens mij... Had ik deze 2 weken terug gekocht. Of een week terug, weet ik het. Nou, dat dus. Dan bij de Kruidvat dus. En Kruidvat is echt gewoon mijn favoriete winkel voor make-up zowat. Ook de Ethos trouwens. Maar Kruidvat is gewoon toch wel wat beter en zo. Voor make-up te kopen en zo. En ik had dus weer wat gekocht. Daar zo, make-up. Nou ja, dat dus. Catrice's de Prime Antwine Professional Contouring Palette. Het is een contouring. Dus een bronzer en een highlighter dus. En deze. Oké, ik heb hem dus sinds gisteren. Maar ik ben nu al fan van de bronzer. Want ik heb zelf nog nooit echt een bronzer gehad. Dus ik ben er nog een beetje mee aan het spelen. Hoe ik dat moet doen en zo. Op mijn gezicht en zo. Maar ik vind de bronzer wel best wel fijn eigenlijk. Maar de highlighter, jongens, die is niet gepigmenteerd. Ik zal het even laten zien. Want dit is op je hand, omdat dat ziet wel goed uit. Maar als je dan op je hand smeurt, dan zie je bijna niks. Kijk, hier. En ik vind dat... Nou, het hoeft niet opvallend te zijn, maar het kan wel iets hebben van pigment, zeg maar. Dat heeft deze highlighter dus niet, dus... Dat is wel jammer. Maar ik heb dus de kleur 010 Ashi Radiance. En deze is dus 3,50 euro. Nee, 5 euro volgens mij. Zoiets. Dus dat is die dus. Dan de tweede. En dat is dus de Catrice Blush Artist Shading Palette. Dit is een blush palette met 3 kleuren. En volgens mij is deze het highlighter. Dus ik weet het niet zeker. Want ik zag deze bij een YouTuber. En zij gebruikte... Deze als highlighter, dus... sorry, het licht gaat een beetje raar doen. Maar dit is deze dus. En ik heb deze dus nu ook op. Deze roze dus. En ik vind hem echt heel erg mooi. Dus dat is die dus. En deze was het ook 5 euro. Volgens mij is die 5 euro... Nee, 4,95 euro. En deze roze dus ook. Dus dat is die dus. En ik ben er echt super blij mee. Dat is die dus. Dan bij de Action dus. En ik had daar eerst... Ik vind hem daar zo... Had ik daar zo hard gekocht. Dus van die naambordjes met dingen erop. Als er dus deze. Dit is een naambordje. Zo'n bordje. En dan kan je ophangen met een touwtje. Of met zo'n dingetje. Zeg maar, zo'n spijkertje. En dit is in. En er staat dus love what you love. En ik vind hem wel leuk. Dus dit is. En die ziet er zo uit. En dit is een geluksbloemetje, of hoe dat ook heet. Ik weet niet meer hoe dat ding heet. Maar als jij dat wel weet, laat dat even weten. Want ik ben de naam kwijt van. En nou, dat is. Dan 2 hartjes. En ik heb dus als eerste Fate Love Hope. Dus die dus een roze hartje. En dan Enjoy the Little Things. En dit is een wit hartje. En dat is. En deze waren volgens mij 1,50 of zo. Echt super, super goedkoop en zo. Dus die. Dan
Dan handcreme. Ja, ik heb best wel droge handen. En ja, het is niet zo fijn. Dus daarom handcreme. Ik had het niet echt nodig of zo. Maar ja, ik vond het wel lekker. Dus dat zie je. Deze is dus 1,50 of zo. Of 2,50 of 2 euro. Ja, dat even. Dus die is. Dan een soort van haarmasker. Dolph No Swing Oily Keratin Conditioner. Ja, ik heb best wel droog haar en zo. Ja, gewoon mijn punten en zo. Ze zijn best wel droog en zo. Komt ook door de winter en zo. Maar ik gebruik nu een conditioner die best wel. Die niet zo veel voeding geeft, zeg maar. Aan je haar. Echt super ruim. Maar deze doet het misschien wel. Dus als jij deze ook hebt. Ja, dat. Laat dus even weten of jij die goed vindt. Of niet. Of dat is. Dus die dus. Dan een tandenborstel. Heel saai, I know. Maar deze was dus 62 cent. Dan heb ik ook een whiteboard marker. En ik heb dus zelf een whiteboard daar zo. Ik zal even laten zien. Deze dus. Die. En ja, ik schrijf daar soms op. En daar heb ik dus deze stiften voor nodig. En ze zijn een beetje op. Dus dit is. Dan een haarmasker. Nee, een gezichtsmasker. En deze was dus 1 euro. En dit is een 3 minuten masker. Dus voor het slaap gaan. Lekker maskertje doen. En dat is wel leuk. Dit. En dan heb ik nog een hamster. Steek van honing voor mijn hamster. Dat is die dus. En deze was 1,80 volgens mij. 1,80 of 2 euro zoiets. En dan was dit mijn shoplog alweer. Dus doe zeker een duimpje omhoog als je het leuk vond. En ben je nog niet geabonneerd, doe dan zeker. En dan zie ik jou bij de volgende video weer. Dus doei. Dus ja, doei.